Oh, nee, 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 no way, no, 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 no. Yo, what up gamers, het is weer tijd voor een nieuwe pack opening. En zoals je aan de titel hebt gezien, we hebben een 200 euro mystery box. En je vraagt je af, Link, waar is die dan? Boom, baby. We hebben hem gewoon hier. En ik heb werkelijk maar geen idee wat erin zit. Maar ik weet wel van wie ik hem heb gekregen. En dat is van Flashcard. Die hebben mij deze doos opgestuurd. Met erbij, hey Link, wij vinden jouw Pokémon pack openings. Vinden we gewoon leuk. Wil jij gewoon meer openmaken? En ik zei, ja, natuurlijk wil ik meer openmaken. Dus kijkers, wil je dat hun meer Pokémon kaarten naar me toe sturen? Laat even weten in de reacties. Want het is natuurlijk een hele dure hobby. En als hun Pokémon kaartjes leveren, dan kan ik gewoon meer openmaken. Hun website staat trouwens bovenaan in de beschrijving. Ik ga hem openmaken, baby. We hebben een visitekaartje. Very nice, very nice. We hebben een brief. Beste Linktijger, wij van flashcards.be zijn enorm fan van jouw YouTube kanaal. We zagen erbij dat je enorm fan bent van Pokémon, dat is letterlijk wat ik net zei. Dat zijn wij natuurlijk ook en vandaar dat wij onze hobby graag met jou willen delen. Wij hebben gekozen om deze fantastische mystery box op te sturen ter waarde van 200 euro. En waar we natuurlijk allemaal voor komen zijn de packs, baby, de packs. Een serie van Battle Styles, we hebben eentje van Fusion Strike en hier eentje van Chilling Rain. En ik weet niet hoe ze dit weten, maar Luxray is wel mijn lievelings-Pokémon van Evolving Skies. Een resealed iets van A Shining Fates. Ben benieuwd wat hierin zit. Een Tin Can met Galarian Slowbro. Wat sleeves en hard sleeves. En nog iets mystery. En in de mystery pack zit een Ultra Prism. Oeh, oh, Japanse kaarten. Ik heb nog nooit Japanse kaarten opengemaakt, dus dat is super sick. En nog wat Darkness and Blazes. Een Evolutions, holy shit. En een Battle Styles, alright. We gaan gewoon beginnen met openpulken. En we gaan beginnen met de Luxray. Kijk eens aan de Holo Luxray, de Luxio en natuurlijk de Shinx. Dan gaan we die Evolving Skies lekker openpulken, joh. Dat is wel een set die ik heel erg leuk vond. Dus ik hoop dat ik er een lekker kaartje uit kan krijgen. Maar wat zullen we eruit krijgen? Een Tentacruel'tje. Een Tentacool. Hey, dat zijn familie. Een Dino'tje. Hoppip. Wabafet. Een Love Disc. We hebben onze Reverse. En als laatste kaartje hebben we helaas niks. Maar het is eerste pack, hè. Eerste pack stellen nooit. Daarom gaan we deze Chilling Rain openmaken. We hebben hier een Rayquaza munt en een hele mooie Eevee promo. En drie pakketjes, die gaan we lekker openknallen. Chilling Rain. Ik hoop op zo'n alternate art Moltres. Die zou ziek zijn. Want deze is echt leuk. En ik hou van... Oh, ik hou van trainerkaart, jongens. Als een trainer bij de Pokémon staat, groot fan. Groot fan. Een Raltje is leuk. Maar krijgen we iets zieks? Dames en heren, onze meisjes, we krijgen een Zangoose Rapid Strike. En ik heb wel zin om zo meteen eventjes een Mega Pack open te maken. Voordat we met een Mega Pack gaan beginnen, gaan we met deze. Oeh, wat voor kaartje wil ik uit deze? Ja, Chilling Rain wil ik eigenlijk wel die Alternate Art Moltres. Ik heb wel een hele vette Moltres, maar niet de Alt Art. En die krijgen we... Oeh, helaas. Nou, je weet wat ze zeggen. Best pack for last, baby. Ik kan namelijk niet altijd 6 gooien, maar ik heb een gevoel, hè. Dat wij nu die heerlijke 6 gaan gooien. Kom op. Come on, baby. Let's go. A-rondje. En als allerlaatste... Oeh, Dugtrio. Deze is wel cool. Maar deze vind ik cool. En we gaan nu zometeen eventjes een megapack openmaken. We hebben een Jolteon promo. En we hebben een... Voor mij is het Shaymin. Shaymin, lieve Hedgehog promo. We gaan hier een megapack van maken. Van de Battle Styles. Dus we halen hem eruit. 1, 2, 3, 4. En dan leggen we hem eventjes neer. En dan gaan we de rest ook openmaken. En de laatste er ook. Dan hebben we een megapack. Kijk eens eventjes. Wat een dikke stapel. Dus we gaan deze ook in één keer door. Met al de kaarten. Kom op. Geef mij even zo'n lekker glimmend kartonnetje. Dat zou ik heel ziek vinden. Een Lickitung is altijd vet. Electabuzz. Een Hesper. Timber. Je moet ook niet meer doen dan met 3 packs. Want dan wordt het echt te veel in je handen. We hebben een Energy Recycler. En als laatste... Oeh, nee, dat meen je niet. Onze eerste holo die we packen. En het is een Luxray. Die ik eigenlijk al als promo kaart heb gekregen. En dan gaan we gewoon door met de Electricity. Kom op. Geef me eventjes... En die pack look, baby. Dat verdien ik wel. Ik verdien wel wat van die pack look. Houndoom. Deze is wel cool. En dan gaan we naar de reverse toe. En dan krijgen we... Marowak. Zoals ze zeggen, dat was een wag. Marowak. Maar best for less. Gliscor. Heel vet. Love that Pokémon. Pyro, kom op. Slowpoke. Breng me geluk. Samen met Corphish. Gimme shinies. Gimme something good. Oeh! Let's go!
Ja hoor, daar hebben we het geduld voor. Absoluut, baby. Ik dacht al, waar blijven mijn V-cards en mijn V-maxen? Maar je soms moet je geduld zijn. Of geduldig zijn. Oh my god, yes. En wat een beauty is dit. Nou ben ik toch heel erg benieuwd wat in deze trainerbox zit. Want deze is opnieuw gesealed met tape. Namelijk van Hidden Fates. En Hidden Fates is wel een hele vette set. Misschien zit hier wel wat van in. Het is een pakketje in een pakketje. Nou ben je me kwijt. Dit zijn graded cards. No way, bro. En ook van Miu. Hoe weet je dat ik van Miu hou, gast? I mean, dat zeg ik wel vaak genoeg in video's, maar... Holy shit. Een 9 mint Blackstar promo kaart. Ik heb namelijk nog nooit een eigen kaart gegrade, zeg maar. Dus om nu een graded kaart te hebben is zo vet. Van Miu. Oh, damn. Holy shit. Holy shit. Dit is nu officieel mijn allereerste Japanse kaart die ik in bezit heb trouwens, hè. Mijn allereerste. Ik heb die andere nog niet gepakt. Die gaan we zo op dit pakken. Maar ik heb nu een holo Japanse Raichu van 1997 komt deze kaart. Mystery of the Fossils. Een 8.5 graded. Ja, dat is vet, man. Dit is vet. Dit zijn collectors dingetjes. Dit is top. Deze komt uit het jaar 2000. BOTC. Ik weet niet precies waar dat voor staat. Maar holy... Oh, holy damn. Ja, dit is vet. Achterkantjes. Dit is natuurlijk de achterkant van een Japanse kaart en van een Engelse kaart. Ja, dit is... Oh, dit is vet. Maar weet je wat ook vet is? Even zo'n lekkere tinnetje openknallen. Want ik weet niet wat hierin zit. Weet sowieso. Guaranteed. Een Galarian Slowbro V zit hierin. Wat hebben we nog meer hier allemaal in zitten? Een Vivid Voltage, een Sword and Shield. En we hebben een Breakpoint. Nou, aangezien we twee Vivid Voltage hebben, gaan we daar wel mee beginnen. Ik hoop trouwens dat jullie de nieuwe probeersoortje qua overlay fijn vinden. Want ik heb heel vaak gemerkt in de andere video's dat af en toe de kaarten te klein in beeld waren. Dus ik hoop op deze manier met een greenscreen. Voor één persoon, als ik alleen ben, dit een oplossing is. Laat het vooral even weten in de comments wat je ervan vindt. Daar heb ik natuurlijk wat aan. We hebben een Steel Energy Charmeleon Wartortle. Mewtwo Tentacool Aerodactyl Omanyte Slowpoke Pidgeot Arbor. That's all, folks! Helaas. I mean, we hebben een full art trainer. Ik mag nog niet zeuren. Er mag nog niet gezeurd worden. Nog niet. Nog niet. Maar als we na deze geen V-card hebben, dan gaan we zeuren. En dan gaan we krijgen ook, hè. Net als bij je ouders natuurlijk. Als je blijft zeuren, dan krijg je het vanzelf. Wooloo, Grookey, Sobble. Waar is Konijn? Waar is Scorbunny? Hallo? Scorbunny, zit jij hierachter? Nee, het is een Orbeedle. Goed, we gaan voor Vivid Voltage. Gaan wij die Rainbow Fat Pikachu krijgen. Ik heb de Fat Pikachu al 2 keer, de normale. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Maar we willen die Rainbow hebben. Maar gaan we die uit dit pakketje krijgen? De kans is er. De kans is er. Maar gaan we hem krijgen? Dat gaan we merken. Oh, wat trainers, joh. Wat leuk. Is dat een indicatie dat we weer een full art trainer gaan krijgen? Nou. Nee. Het antwoord is nee. We gaan weer een mega pack openmaken. We hebben een promo Eevee met een NT coin. En 3 Fusion Strike pakketjes. Waar onder andere Mew en Gengar tussen zitten. Dus daar gaan we een mega pack van maken. En zo, 4 hier bovenop. En klaar. Kom op, de vorige mega pack ging hartstikke goed. Hopelijk krijgen we hier ook wat uit. We gaan kijken. We hebben een Graveltje. Leuke Pokémon. Een Pansu. Minum. Beltoy. Het is natuurlijk al een set die ik eigenlijk redelijk compleet heb van de common Pokémon. En we hebben helaas niks bij deze. Maar we kunnen gewoon lekker doorgaan. De kaarten die ik wil hiervoor. Je weet het. De Mews. We willen de Mews. We moeten nog de Mew V-Max hebben. En de Mew Alt-Art. Dus dat zijn de Chase kaarten. Die willen wij hebben. En gaan wij die krijgen? We krijgen helemaal niks. Maar gelukkig is het een Mega Pack. En voor een Mega Pack kunnen we gewoon lekker doorgaan. Een Croconaw. Kom op. Meltem. Breng me geluk. Deze set is trouwens ook Luxray. Very, very groot fan. Deze heb ik trouwens al een aantal keer opengemaakt. Ook op mijn YouTube kanaal. Heb je nog niet gecheckt? Check de linkjes in de beschrijving. En check het kaartje wat ik hier heb. Oeh! Een full art. Gewoon weer de laatste. Het is gewoon weer de laatste. En na deze twee pakketjes, dan gaan we naar het echte werk toe. Dan gaan we namelijk naar de Japanse kaarten. En de Evolutions. Dus ik ben benieuwd wat in die Evolutions gaat zitten. Ik heb natuurlijk de Holo Charizard heb ik al. Misschien krijgen we wel nog eentje. Dat zou ziek zijn. Weet je wat ook ziek zou zijn? Al deze kaarten. Want deze set ken ik ook nog niet zo heel erg goed. En dat vind ik altijd wel leuk. Gewoon oude sets openmaken.
die ik allemaal nog niet zo heel goed ken. Dat is natuurlijk ook het leuke aan een nieuwe set. Want die hebben we natuurlijk ook allemaal nog niet gezien. En wat krijgen we eruit? Een Ampharos. Kom op. Aceburn. Don't tell me to learn. Of was dat de Japanse naam van hem? Aceburn. Volgens mij was dat de Japanse naam van hem. De Japanse naam zit in mijn koppie. Kom omdat ik de Japanse anime af en toe aan het checken ben. Dus daarom noem ik hem Aceburn. Kom op. Applin. Een van de top 10 Pokémons waarschijnlijk. Kom op. Breng me geluk. Applintje. Bronzong. En als laatste. Oeh, holotje. Clefable Holo. We hebben dit allemaal nog te openen. De Evolutions. De Battle Styles. Die gaan we zo openmaken. Dan hebben we de Ultra Prism. En dan komen we bij de Japanse kaarten. Battle Styles. Stel me niet teleur. Ferrotje. Escape Rope. En wat hebben we hier? Sparrow, Pachirichu, Cherubi. En dan gaan we voor het allerlaatste Mankey en... Oeh, dat is wel een hele coole art. Deze is leuk. Ja, deze vind ik leuk. Kom op. Baby. Nieuwe pack. Nieuwe kansen. Ik wil nog wel eventjes iets vets krijgen. Deze Turtwig art. Zeer, zeer, zeer matige art. Gewoon letterlijk een copy-paste van de basic art. En wat krijgen we? Een fan. Hey, fans. Leuk dat je kijkt. Heb je al een duimpje omhoog achtergelaten? Dat zou ik waarderen. En dan gaan we naar deze baby's. Ja hoor. Oeh. Ja, ik heb een volgorde gemaakt. Dit is de volgorde waarin we deze open gaan maken. De Japanse kaarten. En wat ik me van kan herinneren. Dit is trouwens de nieuwe achterkant van de Japanners. Is dat je bij deze eentje naar voren moet doen. Uit mijn hoofd. Dat denk ik. We gaan er gewoon van uit dat dat het moest zijn. Goed. Ik heb geen idee wat hier staat. We hebben Galarian Mr. Mime. We hebben Carvan nog iets. We hebben Timber. En we hebben jou. En dat was hem. In Japanse pakketjes zitten namelijk 5 kaarten. We hebben helaas misgegooid. Dan gaan we naar deze. Ik heb geen idee welke set het is. Maar ik heb wel een gevoel dat ik het net goed deed. Dus dan doen we er eentje naar voren. En dan gaan we omdraaien. Baby, daar gaan we. De Steel Grass type Pokémon Spiritomb uit de Savoy-evaluatie. En dan gaan we naar Larvitar. En als laatste, oeh, Absol. Absolutely beautiful. Onze eerste Japanse holo die ik zelf heb gepakt is binnen. En ook, ik denk dat velen van jullie het wel weten. Absol sowieso ook in de top 10 lievelings-Pokémons van de Linktijgerlijst. Heel vet. En weer eentje naar voren. En draai die handel, baby. Lapras. Komt u maar door. En dan gaan we krijgen als allerlaatste. Oeh, jammer. Ik weet wel, de vorige laatste is Cupchu. Deze is voor mij iets met IceBear. Kom op, Pokémon namen, jongen. Die zegt slash air woosh. Kom op. Gimme that pack luck, baby. Eén naar voren. En omdraaien die hap. Japanse kaarten ga je zo snel doorheen, omdat het er maar 5 zijn. Maar, gaan we daar ook iets vets krijgen? Trouwens, Giovanni, nice. Litten en onze tweede holo is binnen. Porygon Z. Ja hoor, ja toch. Ik wil op zijn minst 1 V-kaart hebben in het Japans. Kom op nou. We hebben nog 2 packs. Dit is de Evolving Skies, als het goed is. En die daarna is de Eevee set. En die is voor mij heel, heel, heel populair namelijk. Dus die wil ik heel graag openknallen. Maar eerst gaan we naar deze. Als we hier een alt art Rayquaza uitkrijgen, dan eet ik mijn schoenen op. Overigens bij drakenkaarten, kijk eens. Een lekker detailtje hier van een drakenklauw. Dan hebben we hier Sandshrew of Sandslash. En als laatste, Beware of the Bear. Last pack. Last but not least. Kom op. Hier zit dit kaartje bij of zo. Kan je scannen, denk ik. Geen idee, joh. Mij niet bellen. Hoppakee. Wat gaan we hieruit krijgen? Kom op. Miauw. Breng me geluk. Voor de laatste kaart. Helaas. Dat is sowieso wel leuk als afwisseling. Gewoon een keer een Japans pakketje openmaken. Want ik ga er sowieso vanuit dat jullie kijkers dat echt gewoon geen idee van hebben dat het überhaupt bestaat. Maar inderdaad, het bestaat. Japanse kaarten. Jazeker. En dan hebben we hier nog eventjes onze laatste banger. Een Evolutions. Als we in een van de packs packluck nodig hebben, is het deze. En ik denk dat we hier niet 4 moeten doen. Dus 1, 2, 3. En dan doen we deze erachter. En als het goed is, hebben we het dan goed. Want hier zat als het goed is nog geen Guaranteed Energy bij. Al hebben we wel een Energy. Maar als het goed is, heb ik het wel goed gedaan. Machoke. Oh, dit is een heerlijke kaart.
Hier gaan we even wat langzamer doorheen. Koffing. Ja. Onyx. Lekker kaartje. Kom maar door. Weedle. Machop. Krijg dan bij het einde Machamp. Dat zou ziek zijn. Tangela. Ja. Vulpix. Oh. En dan hebben we in reverse een Starmie. Kom op. Ladies and gentlemen, can I get an amazing card? Oh, nee. No way. No. No. Dit is niet rigged. What the fuck? What the fuck? Holy. Ik moet hem helemaal uncut. Hij staat helemaal uncut. Uncut van het begin dat ik hem heb opengemaakt. Holy shit. Ik maakte een grapje. Ik heb natuurlijk de Holo Charizard, heb ik al. Misschien krijgen we wel nog eentje. Dat zou ziek zijn. Doe normaal. Holy shit. Dit kan niet. Hoe dan? Oh mijn god. Maakt niet uit wat ik zei. Vandaag, weet je, we hebben een trainerkaart. Super vet. We hebben een full art. Super vet. Voor de rest, vrijwel ongelooflijk veel ongeluk. Maar baby, holy shit. No way. Oh mijn god. Nooit in de 1000 jaren. Waar zijn we? No way. Dit meen je niet. Oh mijn god. Ik ga de mensen van Flashcard, ga ik bellen. En voor het geval je me niet gelooft. Kijkers. Ik heb natuurlijk al een begin van deze video volgens mij gezegd. Dat ik deze al had. Ik ga hem erbij pakken. I found it. No way. Holy shit. Ik heb er 2. Dit meen je niet, bro. Dit meen je niet. Oh mijn god, ik ben gewoon aan het shaken. No way. Dames en heren, onze meisjes. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga eventjes bijkomen. En ik ga eventjes heel gelukkig zijn vandaag. En nogmaals, flashcards. Hartstikke bedankt voor deze mystery box. Ik kan je 1 ding garanderen. De mystery box is eruit hoor. Die is eruit. Check nogmaals het linkje in de beschrijving. En hopelijk in januari 2022 dat ze misschien meer pakketjes op gaan sturen. Misschien van de allernieuwste set. Dat zou hartstikke vet zijn. Dat we meer video's hiervan kunnen maken. Check je naast me voor andere leuke video's. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En later.